hebt ook net meegelopen met de danspromenade, toch? Ja. Wat vond je ervan? Mooi. Ja, wat was er zo mooi aan? Dat weet ik nog niet. Laatste dag van het Limburg Festival. En nou ja, vorig jaar dacht ik, laatste dag. Marja, wat dacht ik vorig jaar? Limburgse Fly. Fly! Yay! Een goede bodem voor een prachtige danspromenade. En een Matser-voorstelling. Welke Matser-voorstelling ga ik ook weer naartoe? Sweet Revenge. Bij Kijk of Size. Oké, waar gaat die over? Iets over de... Dat weet ik niet. Iets nee, over dat de... niet. We laten ons verrassen. Gezien. Ja, een aparte dans. Maar het was een soort van simulatie ja, voor... een soort van spel of zo. Voor volwassenheid, toch? Ja. Ja. Denk je dat je zou slagen? Nee. Nee, ik denk dat ik ook niet zou slagen. We komen dus net van een voorstelling, of eigenlijk van twee, en van de ene dacht ik, nou weet je, het is voor, ik zie alleen maar een knuffel die steeds groter wordt. Dus ik liep een beetje verdwaald naar buiten en iedereen was, wow, dit is zo mooi en echt tranen in hun ogen. En dan nu komen we bij een voorstelling waar een naakte vrouw in omringd was van stuk glas. En dat vond ik heel mooi, maar ik juist dat anderen dat weer helemaal niks vonden. Ja, maar ik vond dit ook heel erg mooi. En wat jij ook al zei, de breekbaarheid van de vrouw. Ja. En ontzettende beheersing van het lijf. En heel origineel gevonden, het was heel boeiend. Ja. Ja. En de andere vond ik ook heel saai. Ja. Ben ik dans, ja. Je kan zeggen, je kan ervan houden en je houdt er niet van, maar dat is helemaal niet zo. Iedereen ziet iets anders in elke voorstelling. Dat klopt. Ja. En dat maakt het heel speciaal. Allemaal, eigenlijk. We gaan nu naar de laatste voorstelling van de danspromenade. En dit is de voorstelling waar Ger Koopmans echt heel graag naartoe wilde. Dit is de voorstelling waar mensen gaan dansen op de woorden van Trump. What? Je moet maar bedenken. Ga meemaken. What? Do you have to lose by trying out something new? Like what? Something new? Like what? Tremendous amount of money. What? How? Wat vond je het leukste? De olie. De olie? De vrouw en de olie. wat zag je daar dan? Wat deed die mevrouw? Die had geen, wat had hij niet aan? Onderbroek. Nee, hè? Zolang die jongen in de buurt is, doet de moeder uitermate voorkomend en charmant tegen het meisje. Dan denk ik dat je haar moet vergiftigen. Ik ben vandaag naar de danspromenade geweest. En naar Matser over de vloer met Sweet Revenge. En dat,
dat waren best wel twee uitersten. Want met dansen moet je altijd heel erg zelf nadenken wat je erin ziet. En Sweet Revenge vond ik redelijk, redelijk logische theater, toneel. En dat is wel grappig om eerst heel moeilijk na te moeten denken en zelf te moeten denken wat je ziet. En dan daar een lekker luchtig toneelvoorstellingtje kijken. En dan is het Limburg Festival voor mij alweer aan het eind gekomen. Ik heb me zo ontzettend vermaakt dit jaar. 5 dagen is echt mega intensief. Vooral als je s'avonds nog allemaal filmpjes gaat editen. Maar wat was dit leuk. En als het niet zo leuk was, dan had ik dit ook echt niet volgehouden. Maar het was zo leuk. Ik heb zoveel dingen gezien. Ik heb zoveel inspiratie opgehaald. Ik ben zo blij dat ik heb mogen spelen als invalact. Dat ik heb mogen spelen in de Abdij. Dat ik heb mogen vloggen overal. Dat ik daardoor alle coole voorstellingen mocht zien. Met alle coole artiesten mocht praten. En dat ik zo heb mogen genieten. Dankjewel. Dank aan alle bezoekers die opeens een camera voor hun neus hadden en toch antwoord gaven. Dankjewel. Het was heel vet. Tot volgend jaar. En dan viel de laatste veer. Tot algemeen genoegen. En bloot lonkte ze door met dubbele energie. Met z'n allen. Zij kon het lonken niet laten. Zij lonkte naar iedere man. Dat liep veel te veel in de gaten. En oh, daar kwam narigheid van. Achie!